Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering. Deze aflevering gaat jou een vocal workout meegeven die vooral gericht is naar zangers die al wat meer ervaring hebben om hun stem en zichzelf te blijven uitdagen. Dus laten we erin vliegen. Zangles met Maggie.be. Hey, hey, ik ben super blij dat je er bent, want vandaag gaan we onszelf uitdagen. Deze aflevering geeft jou een hele vocal workout mee, die vooral gericht is naar meer gevorderde zangers, zodat je jezelf kunt gaan blijven uitdagen. Nu, als je een beginnende zanger bent, we hebben heel veel andere vocal workouts die je kan doornemen. Op YouTube hebben we een hele afspeellijst, dus ik zal er zeker linken in de beschrijving hieronder. Maar dat wil niet zeggen dat deze vocal workout of deze aflevering per se niet voor jou is. Misschien is dit een hele goede test om eens te zien waar dat je zit in je zangavontuur. En de reden waarom het zo belangrijk is om vocal workouts door te nemen en je stem te blijven trainen, is omdat heel veel beginnende zangers, die gaan eigenlijk zo'n vocal workouts niet eens zingen. Die gaan gewoon een nummer opzetten, lekker meezingen. Dat is allemaal heel fijn en heel leuk, maar daar leren we niet altijd veel uit. En dat is een fout dat heel veel beginnende zangers gaan maken. Nog iets anders, waar heel veel beginnende zangers van schrikken, is om zo'n workouts als vandaag, die gelabeld zijn als voor gevorderde zangers, die gaan daarvan afschrikken. Die gaan denken van, ik moet eerst de makkelijke oefeningen moeten kunnen zingen om dan naar de moeilijke oefeningen te kunnen gaan. En ik snap wel van waar dat komt. Soms kan het interessant zijn om net jezelf uit te dagen en eerst het moeilijke te gaan doen, om dan terug te gaan focussen op het makkelijke. En dit is een concept uit het boek van Leo Dittmar. Dat is een circusartiest. Hij heeft ook bijvoorbeeld voor Cirque du Soleil als goochelaar gespeeld. Of gepresteerd. Is dat spelen? Gegoocheld. En hij, in zijn boek The Art of Practice, gaat hij vertellen hoe het soms interessant is om met de moeilijkere zaken eerst te beginnen. Want dan stretch je jezelf om dan naar de makkelijke te gaan. En die zijn dan natuurlijk veel makkelijker. Dus met die insteek wil ik naar vandaag kijken. Want eens dat je die fouten die de beginnende zangers vaak maken opmerkt, dan kan je daar iets aan gaan doen, kan je er een verandering in brengen. En dan komen we stilletjes aan in de wereld van de getrainde en zelfzekere zanger. En een getrainde zanger, die gaat heel consistent zo'n vocal workouts als die dat we vandaag gaan doornemen, blijven zingen. De sleutel zit in herhaling. En de getrainde zanger, die weet dat. Waarom? Omdat we die bepaalde oefeningen, die bepaalde zangtechnieken die we in een workout krijgen, we moeten dat in ons spiergeheugen kunnen zetten. Zodat als we dan gaan zingen, als we dan op een podium staan, dat we niet moeten denken aan, oh, waar zit mijn ademhaling? Welke moet ik twang gaan toepassen? Daar denken we dan niet aan, want dat zit in ons spiergeheugen. En dan kunnen we volop genieten van ons moment op het podium. Dus de getrainde zanger, die weet dat herhaling de sleutel is tot succes. Dus daarom wil ik jou uitnodigen om deze vocal workout niet één keer te doen vandaag, maar morgen ook nog eens en overmorgen ook nog eens. Of afhankelijk van wat jouw oefenroutine is. Is dat dagelijks, is dat wekelijks, is dat maandelijks? Wat dat voor jou ook is. Ik daag je uit of ik nodig jou uit om deze vocal workout verschillende keren te gaan doen. En merk op welk effect dat heeft op jouw stem en op jouw zang. Want we gaan vandaag naar bepaalde concepten kijken, hè, zoals intonatie, die enorm veel invloed kunnen hebben om dat dan in de praktijk te zetten in een nummer. Dus dat is jouw uitdaging. Zoals je weet, we werken altijd vanuit de vier grote pijlers van de Zing Jezelf Vrij formule. We hebben mindset, we hebben zangtechniek, we hebben creativiteit en we hebben de verbindingspijler. En vandaag zitten we natuurlijk overduidelijk in die zangtechnische pijler, waar dat we gaan zoeken en vooral vinden hoe dat we die stemvrijheid kunnen ervaren aan de hand van de juiste technieken. Dus laten we erin vliegen.
Oké, aangezien dit een vocal workout is, ga ik niet per se alle technieken uitleggen. Ik ga ervan uit dat je weet waarover ik het heb. En anders zijn er wel een paar video's in de beschrijving hier die jou daarmee kunnen helpen om alle technische achtergrond uit te leggen. Wij gaan vooral focussen op de oefeningen vandaag. En als je meer technische achtergrond nodig hebt, dan nodig ik jou uit voor de workshop die binnenkort van start gaat. Dat gaat over zangtechniek. Het heet zelfs Ontdek de krachtigste zangtechniek. In die workshop gaat jou echt de basis geven, en eigenlijk wel meer dan de basis, die je nodig hebt om te snappen wat we vandaag gaan doen. Dus als je die workshop wilt volgen, ga naar zanglesmetmaggie.be/zangtechniek. Hij is volledig gratis. Maar dat is hetgene dat ik jou aanraad als je graag wat meer theorie en natuurlijk ook wat meer praktijk wilt hebben. Nu gaan we het vooral hebben over de specifieke oefeningen op zich. En de eerste is een focus op ademsteun. Dat is de do-do-do-do-oefening. Dus de enige tekst die je moet onthouden is do-do-do. En de challenge is dat we dat in één ademhaling gaan zingen. Dus de bedoeling is dat we onze middenrifademhaling hier gaan activeren. En we gaan het trager en trager en trager en trager gaan doen. Waardoor dat je gaat merken dat je ademsteun meer en meer en meer gechallenged wordt. Dus we gaan dat eens bekijken en zien hoe dat voor je zit. Hè? Dus het gaat als volgt. We hebben... En dan vullen we bij. Ik weet het, het is een hele zin als je in de war bent met oh, wat zijn de noten? Spoel dan even terug, zodat je de noten in je hoofd hebt. Maar wij gaan er direct in vliegen en die oefening samen doornemen. Weer al, we gaan trager en trager en trager gaan. En het idee is dat je die ademsteun meer en meer gaat beginnen voelen. En die middenrifademhaling gaat activeren. Oké, klaar? Hier gaan we. Dat was makkelijk, hè? Iets trager gaan we. En... Ja, laten we nog trager gaan. Hier gaan we. En... onszelf uit te dagen, we gaan nog wat trager. En... Mooi, oké, de laatste, nog trager. En... Heb je gevoeld hoe dat die middenrif hier een beetje getraind werd? Zalig, zalig, zalig. Oké, de volgende oefening is een ja-klank. En we gaan dat op een hele mooie toonladder zetten, namelijk deze. Dus dan hebben we ja, 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 ja. Nu, de uitdaging is dat we dat traag gaan doen. En dus dat er qua intonatie... heel veel kan fout lopen. Omdat het... Dus we gaan ook van traag naar snel gaan. En de bedoeling is natuurlijk dat we elke noot super accuraat gaan zingen. En ik ga hem zelfs een half toontje lager starten. Dus dan hebben we heel traag... Ik doe het voor... Ja, 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 ja. Zo traag. En onze focus is dat de pitch, dat de intonatie, dat de toon... juist is. En hoe sneller we gaan, hoe moeilijker dat wordt. Maar dat is net de uitdaging natuurlijk, hè? Laten we dat samen doen. En ja, 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 ja. Zo gaan we door. Ja, 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 ja. Ietsje sneller. Ja, 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 ja. Nog sneller. Ja, 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 ja. Nog sneller. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja,
Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. De laatste. Ja, 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 ja. Mooi. Dit is een uitdaging. Vooral hoe sneller dat we gaan, hoe meer slordigheid dat we in onze klank krijgen. Dus dit is een keigoeie oefening om dat heel clean te krijgen. Goed, de volgende oefening zijn slides. En dit is echt wel gemaakt om die overgang tussen registers juist te krijgen en vooral vloeiend te krijgen. En van borststem naar kopstem, maar eigenlijk ook van borststem naar mixed voice. Dus we gaan octaven gaan doen op een A. En een A is een van de moeilijkste klinkers. Dus het gaat als volgt. We doen A. En zo'n half toontje naar boven. De bedoeling is dat we geen voice crack horen. Dus niet dat is een voice crack. Mijn stem slaat over. Dat willen we niet. Wij willen een mooie, gelijkmatige overgang. Veel plezier. Hier gaan we. En zo gaan we door. Heel gelijkmatig blijven. Mooie uitdaging. Dus de bedoeling hier is echt wel dat we die vloeiende beweging kunnen behouden. De volgende oefening is op me, mi, ma, mo, moe. En de bedoeling is dat we gaan spelen met een crescendo en decrescendo. Crescendo, dat wil zeggen we gaan luider worden. Decrescendo, dat wil zeggen we gaan stiller worden. En dat gaat ervoor zorgen dat we dus die mixed voice ook gaan trainen. We gaan hier beginnen en dan gaat als volgt doen. Me, mi, ma. Deze oefening is super interessant, vooral omdat we van stil naar luid gaan in die overgangsperiodes, in die brugjes. Keigoeie oefening om de mixed voice te trainen. De laatste oefening, dat gaat met de pentatonische toonladder gebeuren. Dat is een van mijn favoriete toonladders. We hebben daar al heel veel over gesproken. Klinker trouwens in de beschrijving hieronder, mocht je er graag meer over te weten willen komen. Maar we gaan die pentatonische toonladder op een ja gaan zingen. Dus dan krijgen we... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dat is de toonladder waarmee we werken. En de bedoeling is ten eerste om een mooie schakel te maken van borststem naar mixed voice. Maar ten tweede om onze intonatie ook juist te krijgen. Net zoals een beetje de vorige oefening, waar dat we sneller en sneller gingen, gaan we dat hier ook doen. Dus we gaan stijgen, we gaan zakken. En de bedoeling is dat onze toon heel juist blijft. En dat is soms een uitdaging bij deze toonladder. Oké, hier gaan we. 2, 3 en... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Half toontje lager. En... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, blijf bij een juiste intonatie. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.
pitch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nog sneller. En ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hier komt de mixed voice. Nog sneller. En ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Zo gaan we door. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. De laatste. Ja, 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 ja. Dat verdient een virtuele high five. Goed gedaan, goed gedaan. Deze oefening weer al. Deze oefeningen zijn allemaal gemaakt voor zangers die al wat verder zitten in hun zangavontuur. Maar stel dat je een beginnende zanger bent, zijn deze oefeningen misschien ook geweldig voor jou. Gewoon om te zien waar je staat en waar je misschien nog aan kunt gaan werken. Het is supergoed om deze workout te hebben doorgenomen. Wil je graag meer te weten komen over al die zangtechnieken en ze echt gaan beheersen? Dan raad ik je die gratis workshop aan. Ga naar zanglesmetmaggie.be/zangtechniek om je daar gratis aan te melden. En ja, ik zou zeggen, doe deze vocal workout vaker. Dus ik zie je hier graag morgen en overmorgen en de dag erna. Zodat we die stem blijven ontwikkelen. Maar ja, heel erg bedankt om hier samen met mij te zijn geweest vandaag. En heel graag tot heel snel. Dag! Zangen, lees,